zit hier tegenover Mirel Terba. Welkom, Mirel. Senior beleidsadviseur binnen het programma Team Innovation en Fintech bij de Autoriteit Financiële Markt. De AFM houdt zich bezig met de gehele financiële marktsector en houdt hier toezicht op. En daarbij kijkt ze dus ook naar Bitcoin. Bitcoin en andere cryptovaluta braken in 2017 record na record. Het AFM heeft meerdere malen waarschuwingen afgegeven over cryptocurrencies, de ICO's, de zogeheten initial coin offerings. En de laatste waarschuwing ging over exotische gokproducten die te maken hadden met cryptotokens. U maakt zich blijkbaar wel heel erg zorgen als AFM zijnde. Ja, ik denk dat de zorg voornamelijk zit in het feit dat we toch wel zien als een soort van hype hetgeen gaande is. Dus je toch wel, mensen krijgen soms het gevoel, denk ik, dat ze moeten investeren in een cryptovaluta, omdat een buurman dat ook doet. En ze hebben eigenlijk een soort van fear of missing out, wordt het ook wel genoemd. En ander iets wat wordt genoemd is het herding effect, het kudde gedrag. Mensen volgen elkaar. En een bevestiging voor die aanname zit eigenlijk wel in het feit dat als je rondvraagt, dat men niet geheel weet waarin men precies investeert. Dat is de zorg die we in algemeenheid hebben. Wat we ook er altijd bij zeggen is, de techniek waarop een virtuele munt is gebaseerd, of ook een ICO gebaseerd kan zijn, die is veelbelovend. Waarom? Omdat hij vanuit maatschappelijk perspectief eigenlijk een infrastructuur kan neerleggen om transacties te doen of andere zaken van waarde met elkaar uit te wisselen op een decentrale manier zonder grote betrokkenheid van allerhande centrale partijen die we nu wel kennen. Ja. Punt is alleen wel dat we op dit moment zeggen, die techniek is nog heel prematuur. Mm-hmm. We kijken daar in allerlei verbanden overigens ook naar. Dus het is niet alleen dat we bijvoorbeeld de huidige cryptocurrencies volgen. Maar we kijken ook in internationaal perspectief met centrale banken, met beurstoezichthouders, naar hoe die technologie gebruikt kan worden om bijvoorbeeld beurstransacties beter te clearen, te settelen, af te handelen, als het ware. Want u geeft aan dat er een duidelijk verschil is tussen cryptocurrencies en ICO's. Waarom is dat? Een duidelijk verschil tussen... cryptocurrencies zie ik eigenlijk meer als een soort van paraplu begrip. De ICO's kun je ook gewoon zien als zijnde daaraan gerelateerd. En cryptocurrency zie ik echt als een currency. Het eerste idee van een bitcoin bijvoorbeeld om transacties decentraal te verwerken door middel van cryptografie. Een ICO, initial coin offering, vergelijk ik soms een beetje met een initial public offering. Ja. Ze zijn niet identiek, maar het is wel zo dat een bedrijfje geld ophaalt van investeerders om een bepaald idee verder te ontwikkelen. En vaak is dat voor een service, een verbetering van een product of iets dergelijks. En daarvoor is het eigenlijk bedoeld. En daar zie ik dus wat nuanceverschillen. En dan kom je ook eigenlijk op de regelgeving uit. Namelijk dat je dus met die ICO's mogelijkerwijs iets eerder de bestaande regelgeving raakt. Overigens kan dat ook het geval zijn bij cryptocurrencies. Niet een cryptocurrency als zodanig, maar bedrijven die iets willen doen met cryptocurrencies. Zo zien we bijvoorbeeld dat er partijen zijn die als het ware een beleggingsinstelling vormen, gelden aantrekken van een collectief en die eigenlijk investeren in cryptocurrencies. Mm-hmm. Dan kwalificeer je toch wel als, wat ik al zei, een beleggingsinstelling en val je al snel onder toezicht. Ja. En ik gaf net ook al even aan in de zaal van als je denk dat te gaan doen of dat te willen doen, klopt dan aan bij ons. Ja. Ga gewoon ter informatie even bij ons langs. Daar staan we zeer open voor, want je noemde het in de introductie ook al. Ik zit in het innovatieteam. Mm-hmm. We hebben ook een innovation hub, samen met de Nederlandse Bank. En daar beantwoorden we graag vragen die gerelateerd zijn aan toezicht, mogelijkerwijs. Ja. En een van de dingen die u als toezichthouder doet, is kijken natuurlijk naar de cryptocurrency-markt. Ja. U gaf net aan dat er een duidelijke splitsing is dus tussen die cryptocurrencies en de ICO's. Blijft het dan slechts alleen bij waarschuwingen omtrent beleggen in bitcoins? En ziet u het beleggen ook echt als beleggen of is het eerder speculeren? Wat ik net al zei met die hype en wat de hype misschien ook versterkt is het feit dat mensen graag rendement willen maken op hun geld. Hè. Ik zag net nog een bericht uit het Financieel Dagblad voorbij komen dat er een aantal experts denken dat de rente nog wel even laag blijft. Ja. Hè. We willen toch wel graag iets meer op onze spaarcentjes.
En ja, in de zin van dat het toch wat meer een hype is, hebben we ook het speculatieve karakter, vind ik, toch wel groot ten aanzien van die mm-hmm. crypto's. Je ziet het ook wel in de koersbewegingen die gewoon enorm kunnen zijn. En we waarschuwen omdat we denken dat we daar op dit moment het meest effectief in kunnen zijn. Tezamen met het feit dat wij ten aanzien van een aantal van dit soort zaken, of het grootste geheel, eigenlijk niet degene zijn die de bevoegdheid hebben het te reguleren. Ja. Maar we voelen ons wel voor een deel verantwoordelijk om in ieder geval onze zorgen te uiten. Omdat het wat parallellen heeft met de functies in het financiële systeem waar we wel toezicht op houden. Duidelijk. Maar een hype is van korte duur, dus denkt u dat het niet blijvend is? Of denkt u dat misschien regelgeving nodig is om het een volwassen markt te laten worden? Nou, ik denk dat het in ieder geval heel belangrijk is dat er aandacht is voor wat er nu gaande is. Dus dit event, jullie aandacht, ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Zodat mensen in ieder geval eens vanuit verschillende invalshoeken een bepaald beeld ergens bij krijgen. En dan zelfstandig een afweging kunnen maken. Het meest verstandige wat ik er nu over kan zeggen is van ga niet met geleend geld aan de slag om te beleggen of te speculeren. Doe het met geld wat je kunt missen als je geen buffer hebt. Denk dan niet dat dit het lot in de loterij is wat je gaat winnen. Wees daar gewoon heel erg voorzichtig in. Uiteindelijk zie je wel dat er mogelijkerwijs gradueel wat meer wordt bewogen naar regelgeving. Ik zei het net al van de ICO's en een aantal linken die ik legde naar het huidige of het bestaande regelgevend kader. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat Europa heeft gezegd van er is zoveel gaande binnen dat circuit wat duidt op criminele activiteit. Hè, dat kan fraude zijn, witwassen, et cetera. Dat willen we toch wel wat meer proberen te reguleren. Dus ondanks dat de blockchain initieel bedoeld is als decentraal systeem, hè, hebben we nu allerlei centrale partijen, namelijk beurzen en wisselkantoren en partijen die wallets aanbieden en dergelijke. Ja, dat zijn natuurlijk nog gecentraliseerde partijen. En daar kan ook heel veel nog gebeuren aan manipulatie of noem het maar op. Maar wat in ieder geval Europa op dit moment heeft gezegd is, we wachten niet op de vijfde anti-witwasrichtlijn. Nee, we gaan de vierde al amenderen. En die wisselkantoren en die exchanges of die beurzen, die komen nu al onder toezicht. Dus daar moet een goede customer due diligence zijn, et cetera, et cetera. Nou, ik wil u hartelijk bedanken voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Dank je wel. Dank je wel.